ze zijn al heel eind weer opgeschoten. Ze zijn nog steeds bezig en dan. Ik heb een boodschap in huis, maar dat wordt een andere vlog.
lekker filmen. Zo mooi. We gaan morgen gewoon weer kijken, want het is ook kouder geworden. En ja, morgen, ik weet niet hoe laat ze doorgaan vanavond, ik weet het echt niet. Ik heb best weten dat hij morgen helemaal al weg is, maar dat zien we dan wel. Ik vind dit dan wel echt bizar hoor, ja. Ik heb wel weer meer helder naar gesproken die het erg vinden. Dus ik ben niet de enige. Vermoeden dat er ook ergens een camera is, want hij kan anders nooit niet zien wat hij daar bovenop doet. Er ook, ik weet niet waar, maar ik heb er last van. Ja.
Houden ze ermee op? Voor vandaag? Nou, het zal. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, voor dit gebeuren tot morgen, ja. En tot straks. Nou, ik ben nog even bij een vriendin binnen geweest. Ik wil nou toch even naar deze kant laten zien. Dus toch een heel andere kijk erop. Dan zie je dat nog gedaan moet worden. Ik denk dat we vanavond nog doorgaan. Totdat ze zeggen, want het is genoeg zo. Maar ik ben niet van plan om te blijven. Dus daarom laat ik het jullie nog even zo zien. En dan zal die, denk ik, ben ik bang morgenmiddag weg zijn. Maar ja, jammer dan. Wel erg. Zal denk ik ook dan wel weer een traantje laten pinken. Maar we gaan op huis aan. We zeggen tot straks. Nou, lieve vrienden, ja, helaas. Enkel de paal die staat er nog. Maar het is hier eventjes helemaal erg doodstil. Weet het niet? Er zit wel eentje staan en die staat even achter de paal. Maar ja, dat staat er dus nog. Dat is goed. Mijn vlaggetje is weer los. Ha! Even proberen weer. Hup. En een knup erin. Moet die daar tussendoor. Zo. Mijn Friese vlag. Toch? Ja. Die heb ik even een knoopje ingelegen. Ja. Maar ja. Bizar. Dan kun je er ook in kijken in een gedeelte. Dus ja, zo. Nou, ik doe het maar weer even uit, want dit vind ik een beetje zonde. Maar als we weer beginnen, ja, dan laat ik jullie het weer even zien natuurlijk, hè. Ja. Dus doe het maar vanuit. Nou, lieve vrienden, het was te verwachten dat hij weg zou zijn. Ja. Hij is helemaal weg. Ze hebben er een hekje ervoor geplaatst. Aan de binnenkant. Ze zijn al, hebben nou een puinruimer geweest. Want dat moet natuurlijk ook weg, want de weg moet wel weer open. Denk ik, tot zover. En dan ben ik benieuwd wanneer ze beginnen te werken. Want hier staat al een schot omheen. Onze dinosaurus ook weg. Zonder van onze dinosaurus ook. Nou ja, wat doen we eraan? Twee keer niet. Zonde, hè? Robert-Jan heet het. Regen, hè?
de afbraak van paddenstoel. In afwachting wat er komen gaat. En dat zijn appartementen met, zover ik weet, een wandelpromenade onderin. Maar ja, dat is van horen en zeggen. Eerst zien, dan pas geloven. Dus lieve vrienden, tot later.